In januari 2014 begon Pieter Kessels in Sint-Hubert Fiore Uitvaartzorg. Later dat jaar opende hij een eigen afscheidshuis in de voormalige pastorie in Sint-Hubert. Nu, bijna 10 jaar later, draagt hij zijn bedrijf over aan Henry Lamers. Op tweede Pinksterdag was er een open dag bij Fiore Uitvaartzorg in Sint-Hubert. Dat om nader kennis te maken met Henry Lamers, maar ook om meer te horen en zien rond de nieuwste trends en mogelijkheden op het gebied van uitvaartverzorging. Ook cameraman Wim van Melis van Omroep Land van Kuik nam er een kijkje. Nou, de bedoeling is in ieder geval dat ik dus over een jaar ga stoppen. Ik ben in ieder geval nog bezig om Henry een zachte landing te laten maken. En op die manier, volgend jaar, dan ben ik 69, vond ik het een mooie tijd om te stoppen. Dus op die manier is het mooi terechtgekomen. Nou, ik ben op het idee gekomen om dit te kopen dat ik voor mezelf iets wou beginnen. Nou, ik heb dus 20 jaar in het uitvaartwezen gewerkt al. Daarna ben ik bij de ambulance dienst begonnen. En die tijd gaat heel snel natuurlijk voorbij. Op dat moment kruipt de bloed wat niet kan gaan. En dan ga ik toch natuurlijk weer terug naar het uitvaartwezen. Dat is wel een hot item tegenwoordig. Kisten die heel snel vergaan en allemaal natuurproducten. Ja. Hetzelfde geldt voor als er een crematiedienst is, dan willen ze zo min mogelijk vervoersbewegingen. Dus de mensen naar het crematorium en dat het daar klaar is. Niet weer terug naar een andere locatie voor een koffietafel eventueel. Dus nieuw. Ja, we zien hier de opbouwruimte van Fiore Uitvaartzorg. Wat u nu opgesteld ziet staan is de vlaskist. Compleet natuurproduct. En hier worden de mensen opgebaard als ze verzorgd zijn. Dit is de koffieruimte. De mensen koffie kunnen drinken als ze bij het afscheidbezoek tijdens de avonturen zijn. Wat u hier ziet is de 24 uur kamer. Hier kunnen de mensen, terwijl de overledene hier opgebaard ligt, kunnen 24 uur per dag bij de overledene. Ze krijgen een eigen toegangscode en kunnen de kamer indelen naar de eigen wens. Dus. We hebben een nette opbaartafel waar we de mensen al dan niet met familie verzorgen. Wij kunnen hier rituele wassingen doen. We zijn voor alle zaken volledig ingericht. Wij kunnen hier mensen op de 24 uurskamer houden en elders neerleggen. Maar dit is een mortuarium waar we altijd alle verzorgingen doen. Voor de thuisopbaring gebruiken we dat koffertje. We hebben alles bij ons. Er zit alles in. En anders hebben we andere materialen. Maar dat is voor de thuisopbaring. Ja. 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 Ja.